Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Petrol Tracks, de enige echte natuurlijk. Het is vrijdag vandaag en het is zover. Ik ben weer vrij, jongens. Ik ben weer vrij. Ik dacht eerst dat het nog eventjes 2 weken zou duren. Dat ik nog 2 weken door moest gaan met werken voordat ik pas vrij kon nemen. Maar ik had nog genoeg uren. En ik ben vrij voor het jaar. Ik hoef niet meer te werken dit jaar. En dat betekent dat we weer natuurlijk weer hele leuke video's gaan opnemen natuurlijk. Ik ga binnenkort ga ik naar de Efteling met Kevin. En daar gaan we van de week nog even volgende week gaan we daar even heen. Ik ben toch vrij, dus we kunnen nu lekker naar de Efteling gaan. En ja, het was me wel weer het jaartje wel hoor, met werken. En ik ben ontzettend blij dat ik vrij ben. Eindelijk is het dan zover. Gelukkig hoef ik niet meer te werken. En kan ik weer video's gaan opnemen voor jullie. Het is wel ontzettend koud buiten. Ik hoop dat het een beetje gaat lukken. Nou ja, dan moet ik me eigenlijk maar wat steviger aankleden. Maar in ieder geval, gelukkig kan ik weer, ben ik weer vrij. En dan kan ik weer doen en laten wat ik wil. En ga ik natuurlijk ook nog een paar keer naar de Efteling gaan we. In ieder geval beginnend volgende week. Waarschijnlijk maandag of dinsdag gaan we naar de Efteling toe. En Joost die kan er nog niet bij zijn. Die moet nog werken. Maar wij gaan even tussendoor gewoon even een bliksembezoek brengen aan de Efteling. Ik en Kevin. Want de winter Efteling is inmiddels weer begonnen. En ik ben heel erg benieuwd hoe de warme winterweide is. Ik moet nog even wennen aan de naam. Warme winterweide. Normaal, jullie weten het, normaal heb je altijd de, normaal heb je altijd het ijspaleis heb je normaal altijd. En dat kan dit jaar niet doorgaan vanwege de corona, dus geen schaatsen dit jaar in de Efteling helaas. En moeten we het dus doen met een alternatief en dat is dus de warme winterweide. En dan ga ik dus ook vloggen natuurlijk, ik ga natuurlijk opnemen hoe het is. En ik ben reuze benieuwd. Als het goed is kunnen we ook nog een keertje afscheid nemen van de Polka Marina. Dus we gaan het vanzelf gaan we het wel zien. Of nee, volgens mij niet. Volgens mij is het dan al gesloten. Maar maakt niet uit. We gaan in ieder geval gaan we kijken. En dan kunnen jullie weer een leuke Efteling vlog verwachten van mij en Kevin. En ik ben reuze benieuwd. In ieder geval ga ik ook nog eventjes deze week, in ieder geval deze weken, als ik vrij ben, ga ik ook nog even de schuur opruimen. Want het is wel nodig. Het is één grote pesto in mijn schuur. Daar heb ik nou mooi de tijd voor. En voor de rest, lekker uitrusten. Computeren. Lekker vlogs maken voor jullie. En binnenkort ga ik nog wat anders leuks doen. Maar dat gaan jullie allemaal nog zien. Dat ga ik nog lekker niet verklappen. En dat gaat ook in deze vakantie gebeuren. Dus dan kunnen jullie weer een verrassing verwachten op mijn kanaal. Dit jaar ben ik daar nog niet geweest. En daar ga ik dus dit jaar nog heen. En jullie gaan vanzelf wel zien. Ik ga lekker nog niks verklappen. Ik ga nog lekker niks beloven. Jullie zien het vanzelf wel. Dus dat kunnen jullie allemaal een beetje verwachten. Binnenkort gaat er als het goed is ook weer een flat tegen de vlakte in Sterrenkwartier. Daar ga ik ook weer even filmen. Ik ben nou toch vrij. Ik kan het nou mooi doen. Dus daar kunnen jullie ook wel weer een vlog van verwachten. Uiteraard zal Ger er wel weer bij wezen. Dus in ieder geval genoeg te doen in ieder geval. En jullie kunnen dus een heleboel verwachten. Ja, het waren even allemaal vlogjes, even allemaal tussendoor. Allemaal eventjes, kort vlogjes eventjes. Maar het is wel eventjes belangrijk dat ik dat op mijn kanaal zet. Want dan weten jullie ook wat meer. Dus blijf abonneren. Abonneren gaat momenteel even een beetje. Ja, er één af, weer er één bij. Dan weer één eraf, weer één erbij. Abonneer even op mijn kanaal. En zet het notificatiebelletje even aan. Dan blijven jullie op de hoogte als er weer een nieuwe video of livestream is.
En ja, abonneren eventjes, jongens. Het zou leuk zijn, ik had het in de vorige vlog ook al gezegd, het zou leuk zijn als ik dit jaar de 1000 abonnees aantik. En dat ik afsluit met 1000 abonnees in 2020. Dat zou wel echt een mijlpaal wezen. Ik moet er nog iets van, ruim 100. Dus abonneer even allemaal eventjes en deel deze deze video en het kanaal ook eventjes met je vrienden. Zeg tegen je vrienden, abonneer even op It's All Tracks. Die jongen die hebben het nodig. 1000 abonnees zou echt ontzettend tof zijn. En dan kan ik, ook weer gaan livestreamen. Dus dat is ook wel heel erg fijn is dat. Dit was weer heel even kort vlogje eventjes. Ik beloof dat de volgende vlog langer is. Abonneer eventjes dus. Notificatiebelletje aanzetten. Like deze video natuurlijk. En dan spreek ik jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog binnenkort hier op mijn kanaal. En natuurlijk komt natuurlijk 31 december. Ik hoop dat het lukt. Het is al 2 jaar niet gelukt. Maar er komt ook dit jaar komt er weer een... Dit was 2020 met alle hoogtepunten van 2020. Jongens, de groetjes van deze kant. En ik zou zeggen tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.